Zij is in vorm. Feitenvrij is by far haar favoriete onderdeel. Hondenvrij heeft ze echt een goede race neergezet. Kwam net iets kort voor het brons. De favoriet op die 50 is Kate Campbell. Die zag er gigantisch door het ijs op die 100 meter. Heeft een mentale tik gehad. En in mijn ogen is zij nu de favoriet voor die 50. We zijn de zwemnatie. Hele grote talenten. Het komt er helaas deze keer niet uit. Het is lastig om wereldrecords te zwemmen, Europese records is lastig, Nederlandse records is lastig. Maar je probeert wel steeds je persoonlijk beste tijd persoonlijke records te zwemmen. Dat is toch voor een aantal zwemmers niet gelukt op deze Olympische Spelen. Dus dat zal goed geëvalueerd moeten worden. En dan gaan we met een nieuw team weer bouwen aan succes in Tokio. Want wij zullen altijd heel veel talent hebben. Als ik een bijdrage, ik ben zo gek van die sport. Ik zie de potentie van een aantal hele goede zwemmers. We hebben goede coaches. Als ik dan een rol daarin kan betekenen om ze te helpen, natuurlijk help ik je dan mee. RTL Boulevard Brazil wordt mogelijk gemaakt door Heineken.